Ik op deze. Waarom? Gewoon, is mooi. Ik zat vroeger op een koor. Hoe zou jij? Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Julia en dit is de allereerste echte video met Stefan. Ja, ik weet niet of jullie hem al kennen, maar ik mag jezelf even voorstellen. Hallo, ik ben Stefan. Ik ben 19 jaar. Ik woon in Zeewolde. Mijn hobby's zijn voetballen, chillen met vrienden lachen. En lachen. Hoi. Dat was het. Nou, we hebben vandaag voor jullie de Most Likely Toon Tag, zodat jullie Stefan ook al beter kunnen leren kennen. We hebben deze bordjes. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dit ben ik. Dit is Stefan. En dit is gemaakt op een spatel. Een spatel. Ja. Oké, we hebben eerst allemaal dingen een beetje van internet afgeplukt. En daarna hebben we nog een paar die jullie hebben ingestuurd die jullie wilden weten. Dus let's go met de eerste. Zullen we het allebei van onze beurt voorlezen? Nou, is goed. Oké, beginnen we hier. Let's begin with the first one. Wie zou eerder rijk worden? Oké, we gaan het aftellen van 3 tot 1, hè? 3, 2, 1. Oh, nice. Waarom denk je jezelf? Gewoon succesvol. Met wat? Nee, ik wil me altijd wel doorheen. Dat is wel waar. Ja, daarom denk ik het ook wel. En ik kan, al heb ik zeg maar veel geld, dan is het weg. Dus dan word ik alsnog niet, ja, bij jou. Nou, dat heb ik ook wel mee. Oké, wie zou er eerder, of wie zou er vaker naar een museum gaan? Oké, 3, 2, 1. Sowieso jij. Nu kom ik echt saai over. Waarom ik? Omdat je van geschiedenis en zo altijd houdt en je weet altijd alles. Hey. Nerd. Derde. Wie is eerder een hartenbreker? 3, 2, 1. Oh. Lekker eensgezind, schat. Ja. Dat is wel waar. Want jij bent meer de... Ik ben wat harder. Ja. En jij bent te lief altijd. Altijd. Altijd tegen iedereen. Wie zou er eerder in een stad wonen? Oeh, dat weet ik niet. Wacht. Nee, 3, 2, 1. Ja, maar... We zijn echt eens gezin. Ja, maar ik weet niet. Ja, okay. Maar jij houdt niet heel erg, ik hou nog meer van Amsterdam en zo dan jij, denk ik. Dat is niet waar. Oké, dat is niet waar. Nee. Dan kijk je kleding. Wat? Kijk je kleding. Wie zou eerder in een koor zitten? 3, 2... Heb jij deze vraag bedacht? Nee, dit stond echt op internet. Oké. 3, 2, 1... Dan denken jullie waarschijnlijk allemaal, hoezo Stefan, want jullie zijn hier toch de zangeres. Ik zat vroeger op een koor. Volgende. Wie is er eerder een drama queen? Die weet ik. 2, 1. Jij bent ook een beetje een drama queen. Hoezo? Ik deed jou, hè? Echt? Ja? Ja, ik kan het niet. Oh ja. Je moet ook daar op letten. Ja, acteert altijd bij alles. En je doet alles maar dat is acteren, dat is niet een drama queen. Dat is allemaal net. Drama, als je drama. Juist allemaal echt. Als je drama op school had, dan was het altijd veel acteren en zo, toch? Ja. Ja, dan als jij te veel acteert. Oh ja. Wie is altijd blij? 3, 2, 1. Oké, ja, weet je genoeg. Ja. Wie wil er als eerste trouwen? 3, 2, 1. Nee, jij. Jij? Ik. Jij hebt het altijd over trouwen. Jij ook. Jij stuurt zelfs trouwjurken soms naar me toe. Oké, misschien ik dan nog. Maar jij wilt ook altijd... Ja, oké. Ja, maar jij, dat is misschien... Jij wilt eerder trouwen dan kinderen. En ik wil misschien wel eerder kinderen. Dat is wel zo, denk ik. Ja. Wie zou eerder per ongeluk iemand vermoorden? 3, 2, 1... Sowieso jij. Hoezo ik? Nou, omdat jij toen jij iets aan het vertellen was met dat mes zo, tijdens het eten, toen prikte jij mij zo. Echt gewoon naast mijn oog. Dat is misschien ik was bijna blind. Ik moest huilen. Iedereen zat zo van, yo, what the fuck? En ik zat zo... Ik moest kuilen met kippen. Ja, ongeveer zo, ja. Ja. Oké, maar jij bent agressiever misschien. Ja, oké. Dat wel. Maar dat is niet per ongeluk. Ik ken wel mijn grenzen. Ja, bij jou is dat niet per ongeluk. Ja. Ja. Wie zou eerder iemand per ongeluk vermoorden? Oké, wie zou eerder doodgaan door iets doms? Oké, 3, 2, 1. Haha. Hoezo jij?
omdat ik meer risico's neem in het leven. Ja, maar ik heb altijd alles. Als je bijwerkingen van iets kan krijgen, dan heb ik alle bijwerkingen. Ja, dat is wel zo. En als je ziek kan worden, dan word ik ziek. Misschien nee, ja, maar ja. Of je daar dood aan gaat. Ja, misschien wel. En of het dom is, daar kun je niet heel veel aan doen. Ja, bent gewoon zo. Wie zou eerder gearresteerd worden door naakt rondlopen op straat? 3, 2, 1. Wij zijn best wel eensgezind hierover. Ja. Waarom denk je zo? Ja, gewoon als ik een beetje gek ben. Jij hebt meer scheid. Stef is ook wel eens in een pyjama broek van mijn moeder naar buiten gegaan. Om? Om een sigaretje te roken. Nee. De hond uit te laten. De hond uit te laten. Ja, of naar de vissen kijken. Wie eet er eerder met mond open? Oeh, dat is heel duidelijk. 3, 2, 1. Het is ook echt kut gewoon, hè? Dat is echt smerig. Wie huilt eerder bij een film? 3, 2, 1. Waarom? Nou, jij jankt gewoon veel en vind je het weer zielig. En... Trouwens, jij jankt best wel vaak bij een film ook gewoon echt. Gisteren ook. Heb ik film gekeken gisteren? No Strings Touched. Oh ja. Oké, nu gaan we door naar de vragen die jullie ons hebben gedm'd. En die zijn ook wel leuk. De eerste is, wie zou de eerder ontbijt maken voor de ander? 3, 2, 1. Hoopte dat ik jou had gedaan? Ja, ik zat echt te kijken. Ik maak zoveel vaker ontbijt voor Stef dan hij voor mij. Ja, maar jij maakt, als jij ontbijt voor me maakt, is het een tosti of een broodje pindakaas. Als ik ontbijt voor jou maak, is het wentelteefjes. Ja. Lachen om eigen grappen. 3, 2, 1. Niet yo, sowieso jij. Oh nee, wacht. Jij maakt nooit grappen. Dit is gewoon een voorbeeld waarom ik Stef heb gekozen. Gaat helemaal stuk om zijn eigen grap. Wie zou er eerder een smaakloze maaltijd bereiden? 3, 2, 1. Sowieso jij. Ik kan best wel goed eten maken. Ik kan ook heel goed eten maken. Ik beter dan jij. Ja, maar jij bent iemand. Jij hebt toen een keertje in je. Waar was het? Was dat in je wentelteefjes? Je hebt ooit ergens een keer zout ingestopt in plaats van suiker. Ja, maar dat was omdat die potten precies hetzelfde zijn. Ik vroeg, welke zit het suiker in? Toen zei je met de rode deksel nou. Een rode deksel hadden ze allebei. Ja, maar jij bent dan iemand wel die heel snel die fout maakt. Of dat je kaneel ergens in doet in plaats van nootmuskaat of zo. Dat is echt gewoon niet zo. Jawel. Dat zie ik jij wel doen. Ja, nu maar even lief doen, hè? Ja. Pas maar op. Volgende. Jij bent. Wie zou er eerder een medaille op de Olympische Spelen winnen? 3, 2, 1. Hoezo jij? Nou, ik zat dus te denken. Ik ben heel klein, dus misschien kan ik heel makkelijk... Over dingen heen springen ofzo? Dat denk ik niet met jouw X-benen. Ja, dan heb je echt wel meer O-benen voor nodig, denk ik. Ik zie het al voor me. Als jij over die paaltjes heen springt, dan heb je alleen maar zo erin. Die paaltjes gaan er tussendoor. Nee, echt, dat is een kut grap. Wie zou er eerder alleen naar een festival gaan? 3, 2, 1. Ja. Ik ben niet zo goed in alleen zijn, dus maar, Stef die maakt... Ja, dat is het ook, maar ik zou het nooit doen. Nee, maar Stef maakt eerder vrienden, denk ik. Stef is gewoon heel sociaal. Mm-hmm. Nee, niet. Jawel, nee, ik ben ook wel sociaal, maar Stef is gewoon heftig. De allerlaatste. Wie zou er eerder coma zuipen? 3, 2, 1. Jij kan er gewoon niet tegen. Ik heb niet zo goed tegen drank. Maar... Ik heb heel best wel vaak moeten optillen van de hond. Dat is niet waar. Oké, één keer. Dat is een... Sowieso wel. Mijn nacht van zo wilde toen. Oh ja, maar dat is 4 jaar geleden. Ja. Wil je hem afsluiten of zou ik hem afsluiten? Ik kon wel afsluiten, maar hoe? Gewoon, dit was hem. Oké. Dit was hem. Zijn er nog vragen? Nope. Tips en tops. Nee. Doe allemaal een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En vergeet Steven niet te volgen. Zo ben jij dat.
Wat met Junior Songfestival doe je? Heel ongemakkelijk dat. En dan dacht je dat ze het niet hadden gezien. Nee, nog een keer. Maar vergeet niet te Stefan te volgen op Instagram. Vergeet mij niet te volgen op Instagram. En tot de volgende keer. Doei. Doei.